Goedenavond, zekerhuis. Ik neem jullie toch maar weer even mee voor een klein verhaaltje. Hè? Voor het slapen gaan we nog even gauw. Het is toch s'avonds laat. Kijk mee in de schuur. Achterdeksel ligt klaar om schoongemaakt te worden. Ik ben met iets te veel dingetjes tegelijk bezig, maar dat geeft niet. Die ligt nog steeds heerlijk te weken in een mengsel van benzine, diesel en ja, wat rotzooi wat er overblijft. Dus ik maak hem schoon. Dit is een bak van de IKEA. Hier zit nog tinder in van de carburateur, is ook een bak van de IKEA. Ja, nou wat vreemde opstelling, dat is dat ik zand aan het drogen ben voor mijn zandstraalkabine. Maar waar ik jullie eigenlijk mee wilde nemen was het spul wat ik had gezandstraald om te verzinken. Heb ik alweer een gedeelte uitgezocht, dit moet ik nog uitzoeken. Maar dit heb ik dus terug. Kijk, deze is niet goed gegaan, er zit hier nog verf op. Of iets anders, dus daarom is het verzinken dat fout gegaan. Deze heb ik niks aan gedaan, die heb ik zo ingeleverd. Dat is nog vrij goed gegaan, ziet er ook netjes uit. Deze ook. Deze heb ik ook niet schoongemaakt, die is zo met vet en al uit motorblok gehaald. Bouter en moer heb ik gezandstraald. En dan krijg je ze nog weer redelijk netjes terug. Even zien. Kwaliteit had iets beter gekund. Het wil wel eens wat variëren. Met deze zocht ik speciaal even. Kijk, dit was een bout die ik gezandstraald heb. En er zit er heel veel pitting in van de roest. Ja, dat krijg je er niet uit. Als je dat verzinkt, ja, dat kan voorlopig wel weer mee. De kop is mooi. Dus dat kunnen we nog goed gebruiken. En wat je niet ziet, dat zit dan ja, in het frame of in het blok. En daar zie je niks van. Maar ja, die roest krijg je niet weg, hè. Nou, veren, die zandstraal ik. Die krijg ik nog redelijk weer netjes terug. Dus dat gaat ook goed. Waterpijpjes voor in het blok, ziet er ook goed uit. Maar ook het hele kleine spul krijg ik terug. Want hier ben ik op zoek naar schroefjes voor de carburateur. Dat is van de rem, denk ik. Even kijken wat die van is. En haantjes van de klep, of hoe heet het? Die de klep vasthoudt. Klepveren vasthouden. En dit is ook een carburateurschroefje. Ah, dit is een foutje, dat kan ook gebeuren. Ik kan hier een prijsvraag voor maken, wat het is geworden. Nou, let op, ik moet het even met één hand doen. Daar gaat wel eens wat fout met verzinken. Ik moet het met één hand doen. Kijk. Schroefje vanuit de vlotterbak. Nou, die doen we even overnieuw. En een afstandbusje, M6. Die zijn in elkaar gelopen, dat gebeurt vaker. En ja, daar heb ik gewoon pech. Dat risico hebben we. Hier zie ik ook, omdat ik gezandstraald heb, let ik niet altijd even goed op. Hier zie ik ook een beschadiging, maar goed, ik kan zoiets nog wel gebruiken. Even zien, schroefjes voor de carburateur heb ik nodig. Ik ga jullie zo meenemen naar de carburateur. Ik heb ook de korte schroefjes nodig. Die heb ik nog even niet gezien. Bah, ik voel de koude wind langs mijn pootjes. Ah, kijk, hier heb ik er eentje. Die heb ik straks nodig. En zo graai ik maar even wat raak. Dit is gewoon tijdrovend werk. Kost ook veel energie. Deze bout is voor mijn auto. Hier zitten de achterwielen mee vast. Althans, het wielager zit er mee vast. Die heb ik er zo in gedonderd. Het blijft mensenwerk. Het ene keer is het mooier dan de andere keer. Zo. Oh, maar ik kom al een heel eind, zie ik. Nou, ventieldopje. Het rubber zit er gewoon nog in. Dat blijft gewoon heel. Dus die kan ik gewoon nog gebruiken. Ja, en dan het zand op de tafel. Ja, het slaat nergens op in jullie ogen. Maar ja, dat komt goed. Kijk, deze carburateur ben ik mee bezig. Zo. Ja, ik vond dat mijn zandstraalgrip niet goed was. Dat is te dun. En dan heb je heel veel energie nodig om het erop te blazen en zijn werk te laten doen. Dus ik heb liever wat grove zand. Dit is brekerszand. Je kan ook metselzand nemen. Maar ik heb nu toch voor de grofste uitvoering gekozen. Ik laat dat drogen. Dat komt nat aan in zo'n zak van die Gamma. €2,65 of zo. Nou ja, dat is spotgekoop voor zandstraalgrip. En dan heb ik gewoon een standaard zeef.
En daarmee zeef ik de grofste spullen eruit. Dat is voor mij even te grof, dat trek ik niet. Dus, zeef ik eruit. En dan krijg je dus dit. Zandstraalgericht van mij. Ik heb mijn zandstraalkabine schoongemaakt. Even opnieuw heringericht. En we zijn de boel hier aan het drogen. Dus dit kunnen we straks weer gebruiken. Dit gaat als een Jacko Wacko voor mij straks. En er liggen hier al spullen klaar om te zandstralen. Daar ook. Want ik wil ook blokken gaan spuiten. Want helaas, mijn poedercoat rotzooi staat achterin. Ik heb helaas op dit moment de financiële middelen niet om het even voor te schieten. Dus ik laat even staan tot het beter gaat. Nou, vanavond ga ik de carburateurs in orde maken. Dat had ik al gezegd volgens mij. Dat ligt nog even als oud vuil. Maar dat gaan we opbouwen. Ik had al wat siliconenspray gebruikt om dit hier netjes erin te zetten. Dat rubbertje is nog origineel. Daar ga ik een imitatierubbertje zetten die ik zelf nu kan bestellen, hoop ik. Dus dat gaan we ook zo even proberen. En dan met siliconenspray monteer ik zo'n hele carburateur af. Als voordeel heb ik dan gelijk of alles soepel beweegt en op zijn plek valt. En het vreet het rubber niet aan. Dat vind ik wel zo fijn. Even kijken. Dat was het zover. Ja, je ziet daar nog de poederkoopblokken staan. Maar die carburateur die ik ga maken is voor deze motorfiets. Er zit nog helemaal geen carburateur niks op. Gaskabel is wel, koppelingskabel nog niet, komt er ook niet op. Nou, dit zootje moet allemaal gezandstraald worden en gepoedercoat worden. Dat is een beste berg. Ja, daar moet ik even de financiële middelen voor hebben. Ja, ik wil toch nog wat laten zien. Deze had ik opgeknapt. Netjes in orde gemaakt, afgeplakt, gespoten. Dus die was klaar voor gebruik. Die moest voor die blauwe shakes die je net zag. Alleen, ik had niet goed opgelet. Hopla, een scheur. Op zich niet zo erg. En eigenlijk is het ook bijna nooit door. Maar deze was dus wel door. Dus ik had even een klote momentje. Dus al mijn werk voor niets geweest. Ik bewaar hem nog eventjes. Kijk, je kan zien dat hij daar door is. In het midden kun je zien dat hij door is. Ja, nou zien jullie het op de camera. Helaas wel. Nou ja, ik kan zijn imitatie gewoon nieuw leveren. Deze gebruik ik om hem af te zagen voor de volgende poederkoopblok. Want die had ik, weet je het nog, die had ik gemonteerd daarop. Zodat ik de ingangen van de cilinderkoppen schoon hield. Kijk, daar zit hij. Dus dan zag ik dan af en dan monteer ik hem er eigenlijk op zijn kop op. Want dat was mooier, dan kunnen ze er beter bij met poederkoten. Dus die bewaar ik eventjes en ik weet ook welke maat ik moet hebben, want ik moet nog even zoeken. Want daar op de plank liggen verschillende soorten door elkaar heen. Sommige verkoop ik niet, die zijn voor mezelf. Andere heb ik soms over en die kan ik hergebruiken. Daar kwam deze ook vandaan. Helaas, tweedehands spul. Ik heb er een bloedhekel aan om dit te verkopen, want je ziet het maar. Ik dacht dat het goed was en het is gewoon niet goed. Jammer. Maar ik heb even de maat. Ik weet welke ik moet zoeken, want er staan nog wat verschillende soorten voor elkaar. Bijvoorbeeld de 650E modellen en de GL650 modellen, die lijken daar heel veel op. Alleen die zijn nog iets rechter. Dan is dit bijna hetzelfde, maar de hoek van uitloop is dan nog rechter. Dus daar ga ik straks mee beginnen. Dat emmertje, nee niet met die sponsen. Dat emmertje moet nog verzinkt worden, maar dat moet eerst gezandstraald worden. Nou ja, dan moet ik eerst die zandstraalrotzooi in orde maken. Nou, ik laat het hier maar even bij. Ik heb er weer even een beeldje van. En daar is mijn andere camera. Oh, dat is wel even leuk te vermelden. Eigenlijk film ik alles met die camera. Maar ik was hem even kwijt. En ik had op Marktplaats dezelfde camera's er nog twee keer bij gekocht. Dus ik sta nu met een andere camera te filmen. Maar dat is eigenlijk de camera die voor mij al mijn werk doet. Dat is degene die jullie de filmpjes laat zien. Ode aan die camera, want hij wordt hier misbruikt. Nou, ik ga even de carburateurs in elkaar zetten vanavond. Op de welbekende manier. Ook daar hebben jullie de filmpjes van. Met speciaal gereedschap. Dat zijn die ruimertjes, die loop ik na. En door hebben we dopjes willen kijken of ze nog goed zijn. Dat zijn de basisdingetjes. En dat ga ik doen. Ik ga jullie daar niet mee lastigvallen. Ik ga het over en sluiten. Mochten jullie vragen hebben, mail gerust. Bedankt weer. Einde van het filmpje. Tot ziens. En strakke kapsel. Hey, bedankt. En als je wat hebt, mail gerust. Marco Becker, apenstaartjezonnet.nl. Groetjes. Over en uit.